Ieder jaar vallen er tientallen slachtoffers door illegaal vuurwerk en dit jaar is er al een toename geconstateerd op het bezit van illegaal vuurwerk ten opzichte van vorig jaar. Wij gingen langs bij Marlee van Tol, districtchef van politie Hollands-Midden. Want hoe gevaarlijk is illegaal vuurwerk eigenlijk? Ja, we zien vorig jaar dat er sprake was van ruim 700 incidenten waarbij letsel is gevallen als gevolg van zwaar illegaal zelfgemaakt vuurwerk. Zelfs twee dodelijke slachtoffers waren erbij te betreuren. En ten opzichte van vorig jaar zien we nu weer een toename van het aantal incidenten waarbij gewonden zijn gevallen. Een toename van het aantal incidenten waarbij ook sprake is van zwaar illegaal zelfgemaakt vuurwerk. En hoe komen jongeren aan vuurwerk? Tot voor kort zagen we dat vuurwerk vooral wordt ingevoerd via lijnen zoals België. Voor een deel konden we dat vaak nog onderscheppen ook, of konden we dat ergens vinden ook in woningen. Het is nu lastiger geworden ook, want we constateren dat op dit moment heel veel vuurwerk wordt gekocht via internet. Met één druk op de muisknop wordt vuurwerk besteld, zwaar vuurwerk, in landen als België, als Polen, als Tsjechië, Portugal. En dat maakt het wel lastig om daar zicht op te krijgen. Ouders hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het risico ten opzichte van zwaar vuurwerk. Dus wij verwachten ook van ouders dat zij de verantwoordelijkheid zullen nemen. En hun kinderen één, wijzen op het risico van het gebruik en het aanschaffen van dit zware vuurwerk. En twee, ik verwacht ook niet dat ouders zelf daar een rol in spelen. Ik ben ervan overtuigd dat we nog maar het topje van de ijsberg op dit moment weten. En wat ik u vertelde, via internet, een druk op de muis, is het tegenwoordig heel gemakkelijk om vuurwerk te bestellen. Het wordt keurig via postorderbedrijven in kartonnen dozen bij mensen thuisbezorgd ook. Aan de buitenkant kun je niet zien wat er in zo'n doos zit. En ik ben ervan overtuigd dat er op slaapkamers van kinderen toch behoorlijk wat van dit zware vuurwerk inmiddels staat ook. Onder bedden, waarbij mensen geen idee hebben wat ze in huis hebben. Het dringende verzoek is dan ook vanuit onze verantwoordelijkheid aan ouders, aan leerkrachten op scholen, om toch wat nadrukkelijker te kijken waar kinderen mee bezig zijn. Wat er wordt afgeleverd bij de deur voor kinderen, wat er in die kartonnen dozen zit, om eens door te vragen aan kinderen, joh, wat heb je nou precies besteld? Het is namelijk niet altijd kleding. En bij ons te melden ook, daar waar het geconstateerd wordt. En dat kan via het reguliere nummer 0900 8844. En mocht je toch moeite hebben om jezelf bekend te maken, dan is altijd de mogelijkheid via Meld Misdaad Anoniem om dit te melden.